Breda Nu. Je weet het meteen. Kerst vieren we met familie, met vrienden. Maar met wie viert Breda nou geen kerst? Ja, iedereen is eigenlijk welkom, maar ja, dan krijg je weer zoveel visite, hè? Dus wat dat betreft... Nee, ik zou eigenlijk niet zo iemand kunnen bedenken die niet mag komen. Nou, even iedereen, ja. Je moet het ook vrede op aarde zijn, vind ik. Iedereen is welkom? Ik vind van wel. Je geeft ook aan die mensen ja, die minder mogen. Maar dat vind ik niet zo uit de recht. Ja, dat durf ik eigenlijk niet echt op camera te zeggen. Maar er zijn dus wel mensen. Zeker weten. Gelukkig heb ik niemand op mijn lijstje staan wat dat betreft. Dat is echt eerlijk. Iedereen is welkom. Absoluut, ja. Van die droge, saaie tantes. Droge, saaie tantes, ja, daar ben ik zeker, mee eens. Die zijn echt zo net aan de tafel zo saai, zo kil. Nee, liever niet. Ik heb niet zoveel mensen waar ik... Nee. Bij u is iedereen welkom? Jawel. Ja, dat weet ik niet. Nee. Ja, niemand. Ik vind iedereen gewoon, ja. Je viert liever met niemand kerst? Jawel, met iedereen juist. Oh, oké. Okay. Iedereen, okay. Gewoon gezellig. Ja. Daar heb ik geen idee van. Bij u is iedereen welkom? Bij wijze van spreken. Breda Nu. Je weet het meteen.